Wie ook dus nog boven voor de deur gestaan, waar ook nog beelden van zijn. Jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. En jongens en meiden, ik sta op dit moment echt op een plek waarvan jullie denken van waar ben je aangekomen? Want ik heb gisteren dus natuurlijk aan jullie laten zien dat ik gisteravond laat op een soort van verlaten landhuis ben aangekomen. En daar sta ik dus nu binnen. Want zoals ik al vertelde, het is familieweekend. En zoals je ziet, er zijn hier gisteravond wat dingetjes gebeurd. Waar ik jammer genoeg niet bij was, omdat ik te laat was. Maar als je dus naar buiten kijkt, zie je dat het super groot is hier. En ik ga jullie dus straks hier wat dingen laten zien. Want het is echt een niet normaal groot huis. Zo, kijk eens aan jongens. Dit is dus de eetkamer die ik gisteren al zien. Super groot. En als je dan dus hier doorlopen, er staan hier ontzettend veel spullen, er zijn ook heel erg veel mensen hier, maar eigenlijk is iedereen op dit moment nu buiten, want we gaan dus straks wat doen met z'n allen. We hebben hier dus een super grote keuken, het is allemaal echt een beetje in zo'n oude stijl zoals je kan zien. Nou, we hebben hier dus iets en dan hebben we, als we door deze deur gaan, komen we eigenlijk bij de kamers. Nou, we hebben hier een of andere wc, is allemaal niet zo heel erg interessant, maar als je dan naar boven gaat. Goedemorgen! Hallo! Stel eens voor! Stel eens voor! Ja? Hi? In 2 seconden? Oké, dankjewel. Ja jongens, dat zijn dus mijn neven, maar die heb je misschien al een keer eerder gezien. En als we dan dus hierheen gaan, dit zijn dus de kamers waar eigenlijk iedereen slaapt. En het is echt een ontzettende bende. Daar moet je dus niet op letten, want ja, iedereen slaapt hier. Dus we slapen denk ik met, weet ik veel, 14 man hier of zo. Er liggen allemaal spullen van iedereen. En kijk eens, hier liggen dus nog spullen allemaal. Hier liggen allemaal spullen. En hier hoor ik iemand. Oh, hey! Goedemorgen! Dit is trouwens wel leuk om te vertellen. Want je krijgt hier niet vaak de vraag van, huh? Nee, is die nee, nee. Ja, ik zie heel vaak nog steeds mijn comments volstaan van, huh? Ze weten het inderdaad. Klopt, maar Lies is dus mijn nichtje. En je ding hangt nog aan je. Ja, klopt. Ik heb geen schaar. Nee, ik heb ook geen schaar. Nou, in ieder geval, deze kamer ligt dus ook helemaal vol met allerlei spullen van iedereen. Want ja, hier slaapt dus ook iedereen. En dit bed hier is van mij. Of tenminste, in hoeverre je het bed kan noemen. Want ja, het is echt een zooi, jongen. Dit is eigenlijk helemaal geen slaapkamer inderdaad. Het zijn gewoon matrassen op de grond gelegd hier. Ja, we zeggen dat we hier met z'n 12 slapen, hè? Goedemorgen Mel. Jij bent er ook. Met z'n 12, hè? Ja, dat is dus gewoon echt, zeg maar, standaard definitie van een familieweekend. Ja, illegaal. Want eigenlijk is het huis voor 22 personen. Wat? Zijn we illegaal bezig? Ja. Hoezo? Omdat hij eigenlijk 22 personen is. En we zitten met? 28. Ze hebben 6 personen te veel. Ze toch niet. Als ik dan hier loop, dan loop ik dus nu buiten. En als ik de camera omdraai, dan kijk eens aan. Dit is dus hoe fucking groot het huis is waar we in zitten. Daarachter staan allemaal auto's. Maar het is echt een ziek groot huis. En ja, dat is ook wel nodig voor zoveel personen natuurlijk. Dus, we zitten in de auto. Want we zijn onderweg naar iets. Ja, ik heb geen idee waar we naartoe gaan eigenlijk. Maar ik zou eventjes zeggen met wie ik in de auto zit. Dus naast mij zit Jano. Hi. Hi. Dat is mijn oudere neef. Hierachter zit Hessel. Dat is mijn jongere neefje. Daar zit Luc, dat is mijn andere jongere neefje. En daarnaast zit Petra, dat is mijn tante. Oké, maar we zijn dus nu onderweg naar een stukje waar we dus waarschijnlijk iets gaan wandelen of weet ik veel wat. Ja, we volgen nu met z'n allen alle auto's. Ik zal jullie straks laten zien. Want we zijn met heel veel auto's hier dus. Melanie zei het net dus al, we zijn dus met 28 man of zo. Dus we moeten ook met heel veel auto's naar elke locatie toe waar we natuurlijk wat iets willen gaan doen. Dus ik ga jullie straks laten zien. We zijn er bijna, denk ik. We zijn net één keer verkeerd gereden, maar ik heb een Oké, dus volgens mijn tante, en dan heb ik het niet over Petra die achterin zit, maar een andere tante, die dus ergens ook in die auto's daar zit, zijn we nu onderweg naar een soort van een hele mooie route of iets, zei jij toch? Ja. Ja, ik kan niet heel veel meer zeggen. Ik ben er nooit geweest, maar we gaan het zien. Klinkt heel enthousiast. Nee, ik heb er zin in. Ik ben zelf niet zo van wandelen, maar ik heb mijn wandelschoenen wel speciaal voor aangetrokken. Dus we gaan het meemaken toch? Oké, nou, we gaan dus daar nu naartoe. Zo moeders. Kijk eens, echt lekker helemaal in je vakantieoutfitje. Hoppakee, schoentjes aan, alles erop en eraan. Hier staan dus trouwens alle auto's van mijn vader, van mezelf, van familie. Daar staat een Tesla nog, die is van John natuurlijk en nog een andere Tesla. Echt allemaal auto's. Jeetje, man. Het was wel echt gaaf met z'n allen achter elkaar op de weg, hè? Ja, wel echt grappig om te zien, zo alle familieauto's bij elkaar, zeg maar. Oh jongens, dit herkennen jullie sowieso. Familieweekenden en kijk eens lekker lopen door de bossen. In de Ardennen hier. Ik zei dus net dat we naar een hele mooie plek toe gingen. Het was alleen echt super winderig daarboven. Dus ik heb het niet echt goed kunnen filmen. Want ja, ik kon niks zeggen dus. Maar dit is dus hoe het eruit zag. Gewoon een mooi uitzicht over de bergen. En nu zijn we dus hier
helemaal verwilderd in de bossen. En ik heb echt totaal niet mijn loopschoenen hiervoor aangetrokken, jongens. Oh jee. Jij hebt ook echt geen loopoutfit aan, trouwens. Oh, trouwens, jij hebt wel gewoon je schoenen. Oh shit, sorry. Holy shit. Hoi, yo. Goed voor je blijven kijken dus, hier. Oh. Wat verwacht jij dan van een loopoutfit? Gewoon zo'n groen pakje of zo. En dan niet zo'n tas in ieder geval. Nee, niet zo'n tas, nee. Twee stokken. Ja? Maar zoals je ziet, je kan echt gelijk op je bek gaan hier als je niet voor je kijkt. Je bent zo de typische vrouw die op elk familieweekend altijd de foto's gaat maken van iedereen. Ik vind het heel leuk om dit te doen. En dan zo altijd vooruit gaat rennen en dan tegen iedereen zegt, wacht even, wacht even. Ja, maar het gaat wel goed. Ja, zijn het goede foto's? Maar door, kijk, dat bedoel ik. Nu gaat ze rennen. Nu rennen naar voren. Kijk dan jongens, wat een stelheid. We zijn letterlijk al, ik denk 2 uur aan het lopen. De hele tijd door bossen, door dit soort dingen, door meertjes. Alles. Ah. Wat zeg je? Tijger in de boot. Ja, jij zei net dat het een hele mooie route was. Nou jongens, dit is het mooie dus hier. Lise zegt net iets tegen mij. En ze heeft iets ontdekt. En ja, leg het zelf maar uit. Ja. Het is best wel apart. Kijk. Dus altijd, heb jij je telefoon hier? Ja, wacht. Hier, mijn telefoon. Kijk, altijd als ik in mijn bed lig, dan lig je... Ondersteun je hier... altijd je telefoon met je pink. Ja, maar kijk, bij mij heb je nu dus... Bij jou kijk, is het gewoon... dit is recht, maar hier... Dit loopt hoger dan hier. Dus ja, what the fuck. Daar zit dus precies zo je telefoon. En bij Gio is het helemaal erg. Ik heb het ook gewoon, kijk. Bij mij zie je ook gewoon dat mijn pink helemaal ingedekt is. Hier, dit stuk is recht en hier loopt echt zo'n... Een soort van inhand. Ja. Omdat gewoon altijd je telefoon daar ja, dus op ligt. Ja, oh, joh. Ja, gekke ontdekking. Ja? Nou, ja? Moet je misschien maar eens bij jezelf checken. Ja. Nou. Conclusie. Wat vind je van wandelen? Ja, leuk. Vermoeiend. Oh, ja jongens, we hebben echt 2,5 uur gewandeld, dus we zijn best wel een beetje moe nu. En het is nu gelukkig weer tijd om terug te gaan naar de villa. Kijk ook hoe lang je bent, je zit zelfs hier gewoon met je benen zo. Waar? Gewoon hier nu, helemaal, oh, zo, met ja. Je benen in je nek bijna. Maar je zou ook maar 2,30 meter zijn. Oh, en het is alweer bijna donker, het wordt echt snel donker ook alweer hier, dat is echt niet normaal. Alle auto's staan ook weer trouwens voor de deur, zo kwam ik dus gisteren ook hier aan met alles. Super grappig en zoals je ziet daarachter is de zon prachtig aan het ondergaan. Maar iedereen is nu lekker het eten aan het klaarmaken. Want het is zeg maar zo dat eerst, om het zo te zeggen, de oude generatie moet eten maken. Dan dus wij de kinderen. En dan wisselen we dat elke keer dus af met elkaar. Jongens en meiden. Zo, je zal nu vast denken waarom ineens een switch naar thuis? Waarom ben je ineens weer thuis? Ja, dat is dus even een dingetje. Ik heb expres een week gewacht met dit te vertellen. Of tenminste, eigenlijk heb ik daar niet expres mee gewacht, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet vertellen. Er is dus laatst wat gebeurd hier. Iets heftigs kan je eigenlijk wel noemen, of iets waar ik niet van weet of het heel heftig is, of dat het gewoon iets... Nou, ik weet niet precies wat het nou is geweest. Maar ik zal eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen. Vorige week is er om 12:30 s'nachts bij mij, zijn er bij mijn deur dingen gebeurd. Die bij mij best wel iets losmaakten van wow, dit is wel heftig. Dit kan niet zomaar, wat gebeurt hier? Er stonden namelijk 3 jongens met capuchons voor mijn deur, eigenlijk beneden. Om 12:30 s'nachts al ik al in bed lag. En er werd de hele tijd zeg maar op mijn intercom lastig gevallen. Dus ik dacht, wat is dit? En op een gegeven moment werd de deur opengebroken. Of vloekte die open beneden of weet ik veel wat. En ik ga jullie nu eventjes de beelden laten zien. Jongens, ik zie die allemaal. Kijk eens, gaat het straks aangebeld worden? Om te blijven staan? Oké. Okay. Oh, en nu wegfietsen. Wow, heel cool. Wow. Nou ja, je snapt dat dit om 12:30 s'nacht natuurlijk allemaal best wel heftig kan overkomen. Dat je echt denkt van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Waarom zijn er ineens 3 jongens met capuchons voor de deur? Nu weet ik ook niet wat hun intenties waren. Nu weet ik ook niet wat de bedoelingen waren. En wat allemaal, ja, nou zeg maar, wat er aan de hand was. Dus je snapt dat het voor mij best wel even was van, yo, wat moet ik doen? Wat gebeurt er? Dus ik heb besloten op dat moment om de politie te bellen. Wat, iedereen zou doen denk ik om 12:30 s'nachts als er 3 mensen met een capuchon voor de deur zouden staan. Ik denk dat iedereen dan wel de politie belt. Dit is dus allemaal vorige week gebeurd. En ik heb het expres niet tegen jullie gezegd, want ik dacht, nou, het is niet nodig, hoef ik niet te delen. Maar nu
ben ik dus abrupt weer naar huis gegaan, omdat er dus weer een verdachte activiteit was hier bij mijn huis. Nou, wat het precies was, ga ik nog niet benoemen, kan ik ook nog niet benoemen, want de politie is dus weer gebeld. Ik paste zelf niet op mijn huis, want nou, ik was dus op een familieweekend en ik ben dus nu abrupt heel snel een dag eerder naar huis gegaan voor dit. Nogmaals, ik wilde dit eerst allemaal niet delen, want ik dacht, nou ja, ik wil jullie daar niet weer lastigvallen. Dit is een dingetje wat ik gewoon buiten de camera moet oplossen, maar omdat ik nu zo abrupt naar huis moest, dat jullie ook niet ineens meer begrijpen van, waarom ben je nou ineens weer thuis, dacht ik van, yo... ja, dit is dus gebeurd. En dit is dus iets wat er plaatsvond. Want de beelden die je dus net zag, die waren vorige week. Maar ja, nu ben ik dus weer thuis voor iets nieuws. En dat is dus allemaal best wel even heftig. Wat je natuurlijk wel kan begrijpen. Ik heb dus ook de politie gebeld. Zoals ik zei, de politie is dus ook... 20 minuten later kwamen ze hier bij mij aan. En ja, toen was iedereen en alles al weg. Want ze hebben hier ook dus nog boven voor de deur gestaan. Waar ook nog beelden van zijn. En de politie die zei dus ook dat ik gewoon aangifte moest doen. Wat ik dus ook heb gedaan. Nogmaals, al zou dit een stalking geweest zijn of wat dan ook. Dit is gewoon echt om 00:30 s'nachts. Dit is gewoon bedreigend, zeg maar. Dat zie je ook op de beelden. Dat ze gewoon echt hun fietsen tussen duwden en weet ik veel wat. De politie zei gewoon... Je moet aangifte doen, dus ik heb de raad van de politie ook opgevolgd. De twee agenten die echter bij mij thuis waren, die hebben dat hier nog rondgezocht. Dat waren niet degenen die zeiden dat ik aangifte moest doen trouwens. Maar die hebben hier dus nog ook beneden hebben ze nog rondgekeken. Ze hebben uit mijn huis nog zelf rondgekeken. Maar ja, jammer genoeg was er natuurlijk niks meer te zien. Maar vandaar dus. Dus dit wilde ik echt even met jullie delen. Nou ja, we hebben natuurlijk al eerder gezien dat er inbraak is gepleegd bij Enzo bijvoorbeeld. Nou ja, ik kon niet de tweede zijn waarbij dat ook bij gebeurt. Maar daarom ben ik dus nu thuis. En ja, ik weet dat het misschien allemaal wel heel erg heftig voor jullie klinkt. En dat ik er misschien een soort van te luchtig over doe. Maar nou ja, dit is dus gewoon gaande nu op dit moment. En daar wil ik het ook even voorlopig nu bij laten. En jongens en meiden, ondanks dat ik thuis ben, heb ik dus ook nog leuk nieuws. En dat is dus dat op 1 november mijn track uitkomt. Gio Latoy over en over, mijn eigen geproduceerde track. Dit is trouwens het artwork. Jullie hebben al een paar stukjes gehoord ervan, van hoe die gaat klinken. Maar op 1 november komt die dus ook echt uit. En ik kan niet wachten, want ik ben er heel erg trots op. En ik ben er echt blij mee. Maar ja, ik ben dus nu thuis. En ik ga hierbij dus ook de vlog gelijk beëindigen. Van wat ik net dus heb besproken met jullie. Daarvan hou ik jullie nog op de hoogte. Dat komt allemaal nog wel. Ik ga er niet te diep op in, want dat is iets wat gewoon buiten de camera moet opgelost worden. En ik hoop dat jullie dat ook respecteren en begrijpen. Nogmaals, het is dus wel echt een serieus iets geworden en een serieus probleem. En daarom dat ik dus nu ook uiteindelijk de politie heb ingeschakeld hierbij. Maar, jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet om hieronder te abonneren op mijn kanaal en om nog even dat blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik nu de vlog beëindigen en zeg ik later.